Wat ik u wil laten zien is hoe we die 3D mesh van Utrecht kunnen gaan combineren met andere gislagen. En daarna wil ik u 3 toepassingen laten zien die we kunnen doen met zo'n 3D mesh. We kijken hier naar Utrecht, nabij het Centraal Station. En we kijken hier naar de 3D gebouwen van de TU Delft die ze hebben gemodelleerd in LOD 2.2 niveau. Dat zou als het goed is nu ook in beeld moeten komen. Daar zijn ze. Ik kan er ook aanvullende informatie bij tonen. In dit geval heb ik informatie uit de basisregistratie grootschalige topografie geladen, de bomen en in 3D gepresenteerd. De 3D mesh die voegt daar een extra perspectief aan toe. Het fotorealistische perspectief. En als we daar doorheen gaan, dan ziet u die rijkdom aan gegevens zoals ik die net ook in de video heb laten zien. De kwaliteit van de details, de daken, de bomen en de gevels. Nou, prachtig om te zien, maar het wordt nog krachtiger als we het gaan combineren met onze GIS-data. Wat ik hier doe, we kijken hier overigens naar de inktpot, het hoofdkantoor van ProRail, en ik heb een aantal GIS-lagen hier overheen gedrapeerd. In dit geval zijn dat footprints van gebouwen, waarin ik in blauw heb laten zien wat rijksmonumenten zijn en in rood de niet-rijksmonumenten. En ik kan natuurlijk ook op die informatie dan klikken en dan zie ik al die objectinformatie. In dit geval een 50-tal pandkenmerken die dus zijn gemodelleerd door SpotInfo. En zo kan ik allerlei informatie daarin gaan tonen. Wat ik hier heb gedaan is bijvoorbeeld een kaartlaag die we landsdekkend beschikbaar hebben met alle verkeersborden getoond. Zoomen we het uit, dan kunnen we dus zien hoe we die combinatie van datalagen echt een hele realistische GIS-omgeving kunnen creëren. Zoomen we dan in hier naar de wijk, dan kan ik natuurlijk ook de resultaten van een Willem-Jan zijn demo net laten zien. De gedetecteerde zonnepanelen. Als we naar een ander stukje gaan, kan ik ook laten zien hoe we kunnen gebruik maken van de basisregistraties om het beste van het fotorealistisch en het objectgeoriënteerde te laten zien. U zult het wellicht niet misschien herkennen, maar u kijkt nu naar basisregistraties, maar dan net wat anders gevisualiseerd. Ik kan klikken op het water en dan vraag ik de informatie uit de basisregistraties op. In dit geval een waterloop, maar zo kunnen we overal in de mesh ook gaan klikken en die gislagen gaan bevragen. Is het een groenvoorziening? En we hebben hier een voetpad. Nou, zo kunnen we dus allerlei databronnen gaan combineren. En vanuit verschillende personen in de organisatie verschillende behoeftes in kaart brengen. Hoe zou bijvoorbeeld een vastgoedbeheerder ernaar kijken? Nou, bijvoorbeeld door het areaal zichtbaar te maken, de assets. In dit geval gevisualiseerd, maar verdiepingen en het gebruikstype. Of misschien wel gefilterd, de GIS-data filteren naar wanneer zijn bepaalde huurcontracten die aflopen. Nou, het zijn voorbeelden van hoe we kunnen werken met de mesh en data kunnen combineren. Maar ook met de mesh zelf kunnen we direct interessante dingen doen. Zo heb ik hier een hoogteprofiel gemaakt. Ga ik in het profiel met de muis over dat profiel, dan zien we in de mesh de overeenkomstige locatie. Dan zien we ook die geometrische kwaliteit, die details in de 3D mesh. Maar geoinformatie bevindt zich niet alleen boven de grond, ook onder de grond. Dus we kunnen natuurlijk ook even de aarde opentrekken en informatie gaan raadplegen voor de ondergrond. Wat ik hier heb gedaan is informatie geladen die door Stedin als open data wordt gedeeld. En het is data over hun gasleidingen, de vervangingsdatum ervan. En deze leiding dient te vervangen worden voor 2028. Nou, door GIS-data te combineren in de 3D mesh gaat het veel meer leven. Wordt het eenvoudiger om patronen te zien en data begrijpelijk te maken. Om dat te illustreren ook dit voorbeeld. Wat ik hier doe is een kaartlaag laden van de klimaateffectatlas. En dit is de gevoelstemperatuur op een extreem warme zomerse dag. Als ik dan de schaduw ook animeer, en let u dan vooral ook op deze straat, dan ziet u dat daar aan de linkerkant sprake is van schaduw, een verkoelend effect. En aan de overkant van de straat is het roder, omdat daar meer zon staat. Dat effect zien we ook heel goed terug in het park natuurlijk, waar we duidelijk zien dat bomen voor verkoeling zorgen. Door analysedata op deze manier te presenteren, wordt het veel intuïtiever om de data te begrijpen en te kunnen toepassen. Nou, nu is dit een voorbeeld van hoe we de data kunnen tonen. Ik wil u nu 3 toepassingen kort laten zien van hoe je met de data ook kunt werken. En ik wil beginnen met dit voorbeeld. Hoe kunnen we de mesh toepassen voor city marketing doeleinden? Ik heb hier een storymap geconfigureerd die me helpt om inwoners te behouden, maar ook ondernemers en toeristen aan te trekken om het moois van Utrecht te presenteren. In deze storymap heb ik 10 kerken geselecteerd. Ik kan klikken in de lijst en ik word automatisch meegenomen naar die betreffende locatie. En zo kan ik de stad alvast gaan ontdekken. Nou, zo kunnen we hier naar die Domkerk gaan en zien we heel goed de details. En dit nodigt natuurlijk uit om op onderzoek uit te gaan. Hetzelfde heb ik gedaan voor de musea.
worden de andere locaties gehighlight. En klikken we hier bijvoorbeeld op Museum Speelklok, zoomen we daarop in. En kan ik ook een pop-up opvragen met meer informatie. Een voorbeeld van de toepassing van de 3D Mesh van Reality Capture in de context van city marketing. Een ander voorbeeld. Over hoe kunnen we de Mesh toepassen voor het tonen van gebiedsontwikkeling en het afwegen van ontwerpscenario's. We kijken hier naar het stationsgebied. Links ziet u het station en u ziet hier onderin een braakliggend stuk terrein. Op dit moment wordt daar een project ontwikkeld, de kruisvaartkade. Een van de zaken die je kan doen met de 3D Mesh is die ook bewerken. U ziet hier een zandheuvel. En die kan die bijvoorbeeld glad gaan trekken. Nou, dit toon ik even als voorbeeld om te illustreren dat we dus ook bijvoorbeeld een bestaand gebouw uit de 3D Mesh kunnen weghalen om een detailontwerp daarvoor terug te plaatsen. In dit geval hebben we een aantal scenario's getoond. Een scenario A met laagbouw en een scenario B met hoogbouw. En deze basisomgeving ga ik gebruiken om een interactieve webapplicatie nu te bouwen, waarmee je kan laten zien hoe die twee vergelijkende scenario's doorwerken op schaduw. En dat ga ik laten zien aan de hand van een stuk code. Ik zal deze eerst even afsluiten. Wat ik hier heb is de sandbox-omgeving. En ik kan links code gaan plaatsen die we vervolgens live kunnen gaan testen. Wat heb ik hier gedaan? Allereerst laat ik hier de web zien. Dit ID verwijst naar die 3D-kaart die ik net heb geconfigureerd met die scenario's. Vervolgens heb ik hier een stuk code waarmee ik de shadowcast-widget laat. En die heb ik gezet op de datum van vandaag. Dit is een widget waarmee ik de cumulatieve schaduw zo meteen inzichtelijk kan maken. Ik heb daarna logica die voor mij gaat vertalen, die twee group layers die ik heb met scenario A en scenario B, om die uiteindelijk te plaatsen in een tweetal knoppen in mijn webapplicatie. Laten we de code eens actief gaan maken. Ik zal de code hier links wat kleiner maken en ik druk op refresh en de applicatie wordt nu live voor mij geladen. We zien de web zien geladen worden en standaard heb ik hier scenario A aanstaan. Wat ik kan doen is de totale schaduwduur inzichtelijk maken. En we zien, zodra ik met de slider ga spelen, de cumulatieve schaduw gedurende het geselecteerde tijdsvak. Ga ik met de muis over de mesh, dan zien we ook in een pop-up de hoeveelheid schaduw die is berekend. Klik ik op scenario B, rekent dat scenario natuurlijk ook weer door. En dan kunnen we zien dat waar in scenario A hier aan de overkant bijna geen sprake was van schaduw, dat het nu tot zo'n 2 uur schaduw veroorzaakt. Even als een voorbeeld van hoe we dus dit soort toepassing ook kunnen gebruiken om gebiedsontwikkelingen zichtelijk te maken en live in een webapplicatie zelfs daarmee analyses kunnen uitvoeren. Dan heb ik tot slot nog één ander voorbeeld wat ik wil laten zien. En dat is hoe we de mesh kunnen toepassen om te communiceren over de mogelijke gevolgen, de mogelijke risico's die het resultaat zijn van klimaatverandering. En dat wil ik doen op het thema wateroverlast. Daarvoor moet ik even iets erbij pakken. Mijn dochters waren zo lief vanochtend om mij hun paraplu uit te lenen. Zoals u ziet, maar ook hoort, hebben we te maken met extreem slecht weer. 140 mm neerslag in slechts 2 uur tijd. Een extreem scenario wat door klimaatverandering steeds realistischer wordt. Gezondheid. Experts van een aantal kenniscentra hebben een analyse gemaakt over waar op straat er risico is op water in zo'n extreem weerscenario. En die resultaten kunnen we inzichtelijk maken in de mesh. Wat ik heb gedaan is die kaartlaag van die experts hier geladen. En die laat ons zien waar op straat is er risico op water als gevolg van zo'n intense bui. Je ziet dat dat per locatie enorm kan verschillen. Sommige straten zullen blank komen te staan, andere weer niet. Dat is ook goed zichtbaar hier in dit gebied van de wijk. Waar we boven in het beeld zien dat er water in zo'n scenario blijft liggen, maar onderin het vermoedelijk op straat geen overlast zal veroorzaken. Die experts hebben doorgerekend dat dit extreme weerscenario zorgt dat circa 10% van alle gebouwen in Nederland overlast ervaren bij zo'n bui. Door die inzichten vervolgens over de waterdiepte ook anders te presenteren, kunnen we voor dit stukje van de wijk al zien dat het in zo'n scenario gaat van een aantal centimeter tot wel meer dan een halve meter waterdiepte op straat. Vertalen we die inzichten naar de gebouwen, dan maken we op die manier inzichtelijk wat de gevolgen of de mogelijke risico's zijn van klimaatverandering op de wijk. En dan kan het als startpunt fungeren
voor het starten van een dialoog over klimaatadaptatie. Nou, laten we het lot niet verder gaan tarten voordat straks ook als effect nog de sprinklerinstallatie aangaat. Het enige wat ik nog ga doen is de regen weer laten verdwijnen en de zon weer laten schijnen